Hallo? Even kijken of ik in beeld ben. Is het hier weg? Ja. Dit eerste stukje kunnen we er altijd van afknippen. Pas dat voor rekening. Hè? Kijk, het verhaal wat ik houd, het gaat over deze meneer. Dan heb je hier heb je zo'n ding erin. Maar pas op, je ziet ze ook vaak gewoon zo. Hè? Dan moet je gewoon goed naar de plaatjes kijken. Je wordt een beetje overstuurd van mij. Misschien zoiets beter? Ja. En er is een mannetje onder van zo'n oude haar. Oogjes. Urkes. En hij lacht altijd, hè? En hij heeft altijd dure kleding aan. Ja, deze persoon. Ik moet even mijn lamp een beetje bijstellen. Ik heb een beetje veel. Wacht even. Ik ben ook aan het oefenen. Iets van zo. Oh, ze kunnen niet goed zien, denk ik. Ja. Deze persoon, dat is een vertegenwoordiger. Dan kun je ook denken aan het woord plaatsvervanger. Er is een persoon en die verwoordt het woord van zijn organisatie. Plaatsvervanger, doe ik nou weer. Plaatsvervanger. En het Engelse woord wat daar veel mee te maken heeft, dat is vicar. Een Latijn zal zijn vicarius. En hij is de vertegenwoordiger, de plaatsvervanger van the big guy himself. Van, hij is hem helemaal. Ik heb geen zin om nou de naam op te gaan schrijven. Maar jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Maar hij is Mr. Big Guy. Ik noem hem nu even zo. Dan moet je voor Mr. Big Guy. En zijn relatie tot Mr. Big Guy, dat is vicar. Dus als je met Mr. Big Guy wil praten, dan moet je vooral als eerste naar deze joker gaan. Hij heeft allemaal stiksels hier, denk ik zo. Versieringjes. En dit is denk ik wat donkerder. Ik denk dat ze wel een kleurverschilletje maken, hoor. We noemen hem wel de cadeautjesgever. En daarmee bedoel ik niet dat je de huidige paus, dat je daar... Nee, ik heb alleen maar medelijden met die man. Arme vent. Want hij vertegenwoordigt een stelletje sukkels. En dat is zijn schuld niet. En daar gaat het over. En waar het ook over gaat, is dat het allemaal komt van een gebrek aan besef bij ons. En daar ga ik het heel uitgebreid over hebben als ik het heb over... nog heel erg, dat moet ik even corrigeren. Die schrijver waar ik het over heb, dat schrijf je zo, ima en dan een u. En die vergeet ik dus, hè, die u, die vergeet ik ergens. Dus dan heb ik Imanel,
schrijf ik dan. Dat is heel erg slordig. Ja. Dit is een hele belangrijke persoon. Ja. En ik ga het ook hebben over Arthur Schopenhauer. En ik ga het hebben over Friedrich Nietzsche. En Martin Heidegger. En het kost even tijd om deze namen op te schrijven. Maar ik kan je vertellen, het kost nog veel meer tijd om pagina's van die mensen te lezen. Wel, ik heb geleerd om filosofie te lezen. Dat moest ik van armoede. Even mijn lamp bijstellen, hoor. Toch? Ik iets meer zo nog? Ja, dit is beter. Zo dan. Ja. Maar het kost heel veel tijd om om werken van deze mensen echt te begrijpen. En dat ik snap waar het over gaat. Ik kan ervan getuigen. En ik wilde niet eens lezen, want ik wilde alleen maar weten van logica. En deze mensen hebben het niet per se over logica, taalfilosofie of zo. Maar ik moest daardoor heen. Ik moest ze lezen om verder les te mogen krijgen op de. Dat je het ook allemaal geloven, maar gewoon de katholieke universiteit Nijmegen. De KUN. Daar heb ik gezeten. En heb ik dus de werken van deze mensen moeten lezen. En dat. Nou ja, ik dacht, nou ja, je weet het niet. Misschien is het wel leuk. Hè? Nou, het was niet leuk. Het was gewoon ontzettend waar. Wat deze mensen opschrijven. Hey, ik ben atheïstisch opgegroeid. En toen ik ongeveer 11 à 12 werd. Toen viel ik gewoon in het christendom. We kwamen bij de Pinkstergemeente terecht. En dat imponeerde mij enorm. En toen ik deze 4 gelezen had, toen snapte ik waarom dat christendom mij zo imponeerde. En wat mij betreft, vind ik eigenlijk dat iedereen hetzelfde moet doen als wat ik gedaan heb. Behalve natuurlijk dat ik iedereen wil uitnodigen om. En niet alles van Immanuel Kant en Schopenhauer en Nietzsche en Heidegger te gaan lezen, want. Ja. Heb uw naaste lief. Wel, tenzij je naaste denkt van. Laat hij in godsnaam Nietzsche gaan lezen, dan houdt hij tenminste zijn bek. Hè? En dan zeg je van: Oké, ik ga wel Nietzsche lezen, dan heb je tenminste geen last van mij. Hè? Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar minimaal iets van deze 4 auteurs lezen. Ja, ik weet niet hoe oud je bent als je hier naar luistert. Als je 8 jaar bent, dan is het een beetje aan de jonge kant. Maar aan de andere kant, als je een vervelende moeder hebt. En je hebt de keuze tussen. Iets op het internet, iPad of zo. Het iPad-internet, hoe heet dat tegenwoordig eigenlijk? De jongelingen weten dat wel. Of je gaat gewoon een stukje van Kant lezen. Het houdt je in ieder geval van de straat af. En er is er veel over te vertellen. Want maar dat wist je natuurlijk al van tevoren. Dat mensen, dat zijn geen krokodillen. Wij zijn echt een stuk bijzonderder. Als je het hebt over de ontwikkeling van de krokodil in de laatste 2000 jaar. Niet veel veranderd, hè? Niet echt veel. Hè?
En mensen in zekere zin ook niet. Bij poepen nog net zo, zoals we destijds poepten. Maar er is wel veel veranderd. En we zitten in een ontwikkeling. En dat is dus de evolutie waar we in zitten. Dat woord voor de grap een keertje opschrijven. En de evolutie. De evolutie, dat is een langzame ontwikkeling. Hè? En daar tegenover staat de revolutie. En daar zitten we momenteel naartoe te werken. Want die ik zal hem eventjes tekenen. Die man met die vissenhoed. Ja. Dat is dus 324 ongeveer was de eerste. En daarvoor had je hem al, maar had hij geen vissenhoed. Dus heet hij bijvoorbeeld Caesar. Keizer. En hij zegt maar, wordt hij keizer. Wordt hij gewoon keizer. En toen hier ongeveer kreeg hij een vissenhoed. En ongeveer daar had je dus 500. Hè? En toen waren we hier in Europa echt de lul. Toen was het gewoon echt niet geinig meer. En toen zo hier rondom. Nou, en dan krijgen we dus hier zo'n beetje. Ik schrijf gewoon het jaartal letterlijk op. 1517. Maarten Luther. Dat hielp misschien een klein beetje of zo. Ging misschien een beetje terug. En dan krijg je hier dus ergens in 2001 of zo. Und so weiter. Hè? En dat je 9-11. Dat is, dit evolueert maar door. Hè? En Maarten Luther wilde het echt wel goed hoor. Ik denk dat Maarten Luther wel goed voor had. Hè? Die heeft wel een beetje een tijdelijke down dinges gezorgd. Maar er was geen houden aan. En dit is die evolutie. En waar dat toe leidt, dat is dit. Dat leidt tot chaos. Daar zitten ze doelbewust op aan te sturen. En wat ik nou denk, is dat zij dat niet doen, maar mijn vader. Dus zij willen niet zozeer voor mijn pa aan de slag. Nee, mijn vader is al lang blij dat ze aan de slag willen. Denk van, oké, oh, jij wil dat? Nou, dan kun je een centje krijgen. En dat komt hierdoor. Orde. Uit. Chaos. In het Latijn is het heel makkelijk, moet je gewoon dit weghalen, moet je een oven maken. En dan, hoef je dan, die S hoeft ook niet. En dit hoeft dan ook niet. En dan zeg je ab. Ja, dus krijg je ordo, ab, gao. En die orde die gaat eraan komen. En de situatie die we hebben, is dat die lui die dan mijn vader beloofd hebben dat alles goed komt. Ja? Dat is dus die lul. Ja? En de kruis op zijn kop. Ja? Die moet altijd lachen. Ja? Die heeft een beetje haar zo. Een beetje oude viezerik. Die heeft mijn vader Gouden Bergen beloofd. Maar waar zijn ze nou?
in 1990. Op 11 september. En heeft George Herbert Walker Bush gezegd. Ik zie, nee, wij zien nu een nieuwe wereldorde eraan komen. Now we can see a new world order coming. In het Engels doe je dus bij order doe je hier een R achter. Ja? En je draait ook altijd een beetje om. Die Engels zijn helemaal gek. Maar we zien nu een nieuwe wereldorde eraan komen. Dat zei hij op die datum. Nou, ik weet niet hoe oud jullie er zijn. Ja? Maar zien jullie hem al komen? Ik zie eigenlijk alleen maar heel veel migranten komen. Is dat een nieuwe wereldorde? Dan worden we gebombardeerd van regio naar regio. Hè? Vroeger gingen mensen dan eens op vakantie. Want ik wil eens een keertje ergens anders zijn. Maar dat kostte allemaal klauwen mijn geld. Tegenwoordig is op vakantie gaan gratis. Dan flikkeren ze gewoon een paar bommen op je geboorteplaats. Dan denk je, gadverdamme, ik ga eens eventjes ergens anders poepen. Maar dat wordt dan wel allemaal verzorgd. En dan loop je lekker met je Koerdische hindsight een beetje hier door Arnhem heen te denken van, where the F is my baby? En het positieve aan mijn verhaal is, we hebben het hier over een oud probleem. CQ. Die manier van denken. En dat is iets dat heeft alleen maar vat op je. De remedie, zeg maar. De remedie daarvan. Dat is er iets als wat vroeger noemen ze het Lao Tse. Toen noemen ze dat Boeddha. En toen werd het Jezus genoemd. En daarna kreeg je de logische onderbouwing. Met andere woorden, dat als je goed naar me luistert, dan ben je vervloekt. Dan ben je net als Adam en Eva of zo. Je kan niet meer in je blote kont in de rond lopen. Je moet je gaan schamen. En je moet aan het werk. En ik beloof je, dat loopt beter af dan die brede weg. Die jij dacht te bewandelen en misschien jij wel niet hoor. Maar dan geef ik je nu een voorbeeldpreek die je aan een ander kan houden. Waar ik het ook over heb in deze uitzendingen. En die mij heb ik alleen maar zo lang gemaakt omdat ik zelf depressief ben. En depressiviteit, dat is niets meer dan dat je tijd nodig hebt om na te denken. Bijvoorbeeld lekker in je bed. Je kan ook nadenken achter de lopende band, maar dat is wat moeilijker. Hè? Liever ben je gewoon moe. Ben je gewoon slapen. Kijk, en als je dan toch slaapt,
En je toch geen zin hebt. En je denkt, oh, ik wil me morgen ziek melden. Ik heb eigenlijk gewoon zin in me ziek te melden. Nou, dan luister je gewoon naar mij. Ja? En dan word je zo ontzettend depressief. Word je morgen ontwakker, denk je... En dan moet je gewoon zeggen morgenochtend dat je... Je hebt gewoon postnatale ADHD of zo. En dan zeggen ze tegen je, postnataal, maar je bent nog een man. Dan zeg je, ja, nee, lul, nataal betekent geboren worden. Ik heb plotseling gewoon helemaal ADHD gekregen van mijn geboortefeit. Ja. Dan zeg je gewoon, ik ben me ineens bewust geworden van, ik ben geboren. Ja. Of je zegt gewoon, ik denk dat ik eigenlijk een homo ben, maar ik durf niet uit de kast vandaag. Ik heb het idee dat als ik er dadelijk op het werk kom, de eerste beste man, die ga ik gelijk aan zijn billen voelen. Nou, you believe me, jongen. Je mag gelijk naar, je hoeft niet eens meer te komen. Je krijgt gelijk gewoon iemand op bezoek. En die gaat je ongetwijfeld allemaal pillen voorschrijven. Die gaat zeggen, nou, exobitrium en dan 30 milligram per dag om te beginnen. Dan gaan we eerst kijken of het aanslaat. En dan zeg je, oké. Ja, dan neem je gewoon die pillen, die moet je even afhalen bij de apotheek. Dat is weliswaar kut, hè. Maar goed, je bent de hele dag lekker thuis gezeten. Hè? En dan ga je nog even naar de apotheek. En dan haal je die exobiligrammen op, haal je die zoveel dinges. En dan ga je even informeren op het internet. Wat schuiven die dingen? En die verkoop je gewoon lekker. En niet in de pleeg gooien, hè. Dat doen we dus niet, hè. Dat is lelijk voor de darmflora van de stad. Dat moet je niet doen. Dan wordt straks iedereen gek, zeg. Dan gaan straks de wilde ganzen gaan helemaal zo waggelen. Terwijl ze door... die moeten helemaal naar Afrika. Hè? Dus dat doen we niet. Maar je kan ze op de straat verkopen. Wat is dat nou, man? Of je kan even kijken wat voor chemische middelen erin zitten. Misschien kan je ze wel verkopen als chemisch afval. Hè? Maar jij gaat tenminste lekker morgen thuis zitten. Ja, lekkere vrije dag. Kijk, voor de mensen, vooral jullie jongelingen, ik heb zulk medelijden met jullie. Hè? Jullie hebben zo weinig geleerd gekregen, dat is echt schandalig. Daar kan ik bijna een traantje om laten. Hè? Verschrikkelijk. Maar neem je vrijheid. Oké, okay. Dus als je op je werk komt, hè, je hebt op je werk een afdeling, je werkt dan waarschijnlijk... Kijk, als je bij een middenstander werkt, is het een ander verhaal. Hè? Dus als jij op de markt gaat staan, die denkt, ga met mijn lekkere kontje op de markt staan. Of ja, ik ben een goede kibbelingbakker, ik doe dat wel, weet je. Ja, dat is een ander verhaal. Dan werk je echt de pletter. Hè? Of je wordt verhuizer, nou, dan ben je ook de lul. Hè? Maar stel, je werkt bij een corporatie, een multinational. Eerste wat je eventjes moet checken, van, om je even achter te zien te komen, hoe vaak is men gemiddeld ziek? En dat mag je natuurlijk niet direct gaan vragen aan de human resource management. Weet je, mag ik even de file van wat is het gemiddelde ziektepercentage hier? Want dat gaan ze je niet vertellen. Maar als jij een klein beetje oplet, dan snap je hem wel. Nou, en dan ga je gewoon 20% onder zitten. Hè? Niet te veel, hè? Niet gelijk, oh, ik durf maar de helft. Nee, hup, gelijk ram, 80%. En dan kijken of je een reactie krijgt. Voor hetzelfde geld krijg je helemaal geen reactie, behalve dat ze bezorgd aan je komen vragen van, en gaat het wel goed met je? En dat jij denkt van, ja, ik heb vorige week 3 dagen in Vinkeveen gezeten, heb ik lekker op karper zitten vissen met mijn vriend. Dat wil zeggen, mijn vriend had de hengel in zijn hand en ik zat een beetje mee te kijken naar die... En het was heerlijk rustig. En ja, ik ben helemaal bijgekomen, hè. Ik was even ziek. Ik was depressief. Het mag echt, hè, mensen. Ik ben geen lullo, hè. Het heeft geen enkele zin om mee te werken aan een toren van Babel. Hè? Je moet gewoon achterover hangen. En een checkje roken. Take your time. Jezus deed het ook.
pakken we eventjes de draad weer op, hè. Ik weet niet of ik dit ertussen uit ga knippen. Als je net een klik gehoord hebt, dan heb ik het er achteraf toch tussenuit geknipt. Had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar het gaat mij om dit. Kijk. Als eerste trek ik mijn strepen. En dan zeg ik dit. Dat noem ik jij. Of op Engels you. Of zoals ik zou zeggen, you a-hole. Hè? Want jij hebt een e-hol. Nou, dit is... Nou, puntje, 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 zou ik zeggen. Dat er geen twijfel over bestaat. Hè? De rest. Oftewel... Nou, in een poëzie... Ik zou even een poëziekadertje maken. Dat is een schilderij, hè. Van schrikken, dan krijg je geen logica. Maak een schilderijtje van zo. Dan doe ik zo. Dit betekent not. Oftewel. Oftewel. Snap je het nog? En dit is er één. You a-hole. En degene die dat mooi beschrijft, ik zeg gewoon voor om er een schilderijtje van te maken. Martin Heidegger. En die kwam met zijn begrip. Angst. En dat is correct Duits, wat ik nou schrijf. Het is geen Nederlands, het is Duits. Iedereen zegt, nee, dit is niet waar. Dit is Nederlands. Nee. Dat is Duits. En hier moet je naartoe, hè. En dat is het daar zijn. Zoals moeder Teresa. Ik kan een tekeningetje maken van... Nee, dat kan ik niet. Een tekening. Maar... Jezus aan het kruis ook geen zin om te tekenen. Maar gewoon, je moet onderworpen zijn. Kijk, Donald Trump... De huidige presidentkandidaat. Voor de Verenigde Staten. Ja, die is niet onderworpen. Die oh, ik ga van alles doen. En misschien is Donald Trump wel een goeie, hoor. Misschien was Donald Trump van een soort Maarten Luther. Ik denk niet dat wij, ook al zijn jullie jonger dan ik, want ik hoop dat jullie jonger zijn dan ik. Anders heb ik, ja, om oude mensen de les te gaan lezen. Poeh. Ik weet niet of wij bij levenstijd echt de omwenteling, de wende, hè, gaan zien. Maar die gaat er wel komen. En dat kan nog heel veel jaren duren. En wij, ik praat tegen jullie de levende. Hè? Wij moeten hier dus naartoe. Hè? Dus dat onderworpen zijn. Dus,
De golden rule is, ik schrijf hem gewoon even op de achterkant. Dat is, hè. Kom, ik pak even een stiftje erbij. Goed luisteren. Gewoon rustig worden. Het is een Bijbeltekst. En die zegt zoveel als de wraken is mij. Maar dan moet ik met mijn hoofd letten. Ga ik even corrigeren. Want ik bedoel niet mezelf. Hè? Ik ga geen wraak nemen voor jullie. Behalve natuurlijk dat ik weet dat die New World Order die eraan komt, of die er pretendeert te zijn, maar die gaat eraan. Of we gaan er allemaal aan. En dat is geen geintje, dat is geen grapje, dat is geen waarheid, dat is geen feit. Dat is gewoon wat er gaat gebeuren. Er zijn gewoon twee mogelijkheden. Want no way dat wij als slaafjes gaan leven onder een stelletje aristocraten. Dat kan niet duurzaam zijn. Waar die mensen gebruik van moeten maken, dat is, ik kan het ook wel goed om even te kennen, dan weet je dat ook gelijk. Dus als je het over religie hebt, dan maak je twee cirkels. Maar als je twee cirkels hebt gemaakt, dan kan je er heel veel meer bij maken. Nou, dat snap je wel, hè? Nou, en de binnenste, om duidelijk te maken, dan maak ik er nog eentje. Ja. Het gaat hier om, die buitenkant, van zo, dat heet, even een beeldje goed leggen, exoterie. En dit heet esoterie. Nou, wat ze doen met die exoterie, Dat is eigenlijk gewoon dit. Heel leuk, hè? Gewoon echt smiley. Dat is happy. Denk maar aan die Jehovah's getuigen. Je moet zeggen, ja, Jezus rit, enkel doet gebed. Jezus rit. Exoterie. Wat er ook bij hoort, is dit ding. Allemaal feest. Je doet mee en is het, nu is het feest. En dan allemaal happy. En hier binnen, daar zit de esoterie. En die refereert naar, ja, dat is ook een smiley. Moet ik dat doen? Zo, denk ik. Wat zou ik doen? Ja, ik doe hem toch zo. En dan zo. En dat is een kwestie van inkleuren. Het duurt een hele tijd dat ik ingekleurd heb. Om het echt duidelijk te maken dat die esoterie, dat is het, die verhoudt zich tot die exoterie. Als yin staat tot yang. Maar dan, yin en yang, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Want er waren wel aardige mensen die dat. Maar het is wel een smiley, hè? Je ziet de smiley komen, hè?
goed in beeld zijn, ja. Wat ingekleurd. Weet je nog dat je op de kleuterschool zat? En dat je ook zo... nauwkeurig de lijntjes moest volgen. En dan zei de juffrouw, goed zo. Ja, de esoterie die dicteert dat er zoiets als slecht en goed is, hè? Goed en kwaad. En het accepteert ze het gewoon. En ze vinden het geweldig leuk om ons voor de gek te houden met kindershows. Hè? En weet ik wel van dingen. Holland's Next New Model. En wij lachen ons kapot. En het gaat erom, wat doen ze hier? Hè? Wie is dit? Kijk, wat ze zeggen... Ze zijn dualistisch. En ze zeggen dus zonder meer... Dat is ook correct om te beginnen, hoor. Maar je hebt dus mater. Materie. Dat is de nul. En je hebt de geest. Dat is de één. Mater is ook wel moeder. Latijns voor moeder. En de geest, dat is de spirit of zo. Dat wat je denkt. En die esoterici, die verklaren dit dus totaal voor nul. Ik doe nou geen kruis erin zetten, of ik lelijk voor de tekening. Maar dit is het enige waar het om gaat. Dus alle materie is slecht. En in zekere zin is dat ook zo. Hè? Zo. Ze malen helemaal nergens om. En dat zou ik willen zeggen, dat is gevaarlijk. Want... Kijk, je hebt uiteindelijk alleen maar alles. En binnen dat alles, daar zie je dan een verschil. Bijvoorbeeld zo, hè? Dat je denkt van, oh, ik zie... Ik noem dat materie. Dat zie ik. Hè? Maar het punt is, jij ziet materie binnen wat? Wat is dit dan? Huh? Waar is die materie dan? Huh? Waar komt die materie vandaan? Ja, ik blijf maar doorzeuren, want ik wil echt dat jullie gewoon hierover nadenken. Waar komt die materie vandaan? Dat zie je dan. En wat je op dat moment ziet, want je kan het nu ook zien. Ik heb hier een lezing over gehouden. Bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Maar wat je hier ziet,
is dat jij dus onderscheid maakt tussen materie en de rest. En dan krijg je een nieuw plaatje. Want dan zie je dit. Dit is dan alles. Dat is het. Het beeld van jou van alles, hè? En dat is dus zo verdeeld. Materie en de rest. Dit ben je toch met me eens, of niet? Dus eerst dacht je gewoon dit. Je hebt gewoon materie. Hè? Ja, binnen wat eigenlijk? Hè? Dus dan moet je dit zeggen. Je hebt materie en de rest. Nou, nu sta je dus, als je dit volgt, als je snapt dat ik tot nu toe logisch gesproken... Hè? Metalogisch gesproken. Best ingewikkeld, hoor. Dan als je me gevolgd hebt, dan sta je nu schaakmat. Dan voel je de volgende al, toch? Wat is de volgende stap? Ik geef jullie even 5 seconden om over na te denken. Ik ben eerst van hier. Ja, dit was de nul, hè? Materie. Hè? De vrouw, hè? Die heb ik allemaal uitgelegd, hè? Mater. Hè? En toen kreeg je dat. Wat is het volgende plaatje? Nou. Het wordt nu iets, het wordt hetzelfde als dit. Hè? Dus je hebt dus die cirkel en je hebt de rest. En dat volg je nog. Hè? Maar nu hebben we dus een nieuw probleem. Ik zal een klein beetje omlaag houden. Deze nog een beetje bij. Hè? Ja, ja. Maar nu hebben we het nieuwe probleem. Want we hebben nu een cirkel met een scheiding ertussen. Hè? Dat was dus de rest en materie. En heb je die meuk eromheen. Ja. Maar het punt... Ik ga het weer eventjes doen. Ja. Dit doe ik met opzet. Ik ga deze kant extra arceren. Ja. Want... als je het hebt over jouw begrip... tegenover wat er werkelijk aan de hand is... En je snapt toch wel dat ik daar een paar vragen over heb. Hè? Wat is materie en wat is de rest? Hè? Maar de rest, die verhoudt zich ten opzichte van die materie, hè? Anders als de rest, ten opzichte van de rest vinden wat jij de rest vindt. Dus je hebt hier dus een sprong. Even doortellen. Even blijkt te pakken. Dus we hadden eerst. Ik zal even terugpakken. Dat jullie me wel geloven. Hè? Kijk, dit noem ik eventjes. Hè? Wat is het noemen? 0 of 1. Ja.
kan ook zeggen van 0 naar 1. En hier krijg je dus van 1 naar 2. Hier ga je dus van 2 naar 3. Ja, dan de 1 naar 2, 2 naar 3. Ja. Maar dan heb ik het probleem dat die 3, die verhoudt zich anders tot de materie en de rest. Hè? En om het af te sluiten, het symbool wat daarbij hoort, dat ziet er zo uit. Ik ga hem gewoon even ter afsluiting, want ik ga dit afronden. Ik ga hem even inkleuren. Gewoon voor de grap. Maar hier kan je hem zien. Hè? Dit is dus dat onderscheid. Hè? Het rest materie. Hè? Ja, die zie je. Hè? Nou, die zie je hier dus weer terug. Rest materie. En in deze cirkel is dus de buitenkant naar binnen getrokken. Je zou het kunnen zien als een, ja, hoe moet ik zeggen, er zijn drie dimensies in elkaar of zo, hè? Welke kant willen jullie zwart? Ik doe vandaag deze kant zwart. Zo, mag ik nog zwart staan. Dit symbool, dat gaat over de grens van ons bewustzijn. Immanuel Kant, die wist dat, hè? Die wist ervan. Immanuel Kant heeft ook gezegd, het is het weten dat ruimte moet maken voor het geloven. Dan begin je hem te snappen. Dan moet die ook zwart. Kijk. Nou, ik vind hem wel bijna af. Hoor. Ik heb het idee dat dit een goede intro was. En ik hoop dat jullie naar de rest van het gewauwel gaan luisteren. Dan leer je nog eens wat. Tjus.